Welkom terug bij het tweede gedeelte van RTL GP Rally Report. We gaan u meenemen naar het VK Nederlands Kampioenschap Autocross. De openingswedstrijd van het seizoen 2008 werd verreden in Aalten. Aalten, eind april. 220 deelnemers op de startlijst. De start van een nieuw seizoen in het VK Nederlands Kampioenschap Autocross. Favorieten zijn er genoeg. Word jij dit jaar kampioen? Laat het hopen. Dat is bescheiden. Ja. Waarom zou je geen kampioen worden? Ja, we zijn allemaal zo aan elkaar gewaagd. Dus je kunt er niks van zeggen. En vooral bij de autocross niet. Het blijft een motorische sport. Voor de openingswedstrijd ligt er in Aalten een meer dan goed baantje bij. Maar veel deelnemers die 3 manches moeten rijden. Het werd zwaar. Het was op zich geen moeilijke baan. Nee. De bochten waren ruim, de baan was ruim. Je kon alle bochten wel goed door. Zegt Michel Kuipers. Maar er gebeurde genoeg. Het kampioenschap bestaat uit 6 wedstrijden. We beginnen 27 april in Aalten. Dat is een zandbaan. Daartussen zitten 4 kleibanen. En we eindigen ook weer met een zandbaan. Autocross is een laagdrempelige sport. Waarbij de baan in zijn geheel is te overzien. Dus voor het publiek is het heel aantrekkelijk. Men kan alle hoeken en alle kanten van de baan overzien. De entreegelden zijn vrij laag. De wedstrijden nemen een hele dag in beslag. Dus het is voor iedereen zeer bereikbaar. En de spektakels op de baan die zijn niet voor niets. Er is niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Wel de startprocedure. Als je vorig jaar een valse start maakte, dan volgde een zogenaamde herstart. Nu wordt er wel gewoon doorgereden, maar krijg je meteen een tijdstraf aan je broek. Vandaag volgen we in RTL GP Rally Report de Eredivisie, de Superklasse. Is de verrassing dit jaar in deze eerste wedstrijd in jullie klasse? Ik vind eigenlijk persoonlijk dat Erik van Dijk hiernaast heel goed. Alleen zijn motor wordt na 3 rondes warm, maar de eerste 3 rondes is hij echt snel, vind ik. Ik heb 3 of 4 man gesproken, die zeggen Pijnenburg, heeft zijn zaakjes voor elkaar, gaat goed. Ja, ik heb 3 jaar geleden dit nieuwe concept zijn we mee begonnen. We hebben 3 jaar problemen gehad, aanloopprobleempjes. En we hebben het opgelost, stapje bij stapje. En het begint nu vrucht af te werpen. Ik heb 2 manches gereden, 2 manches gewonnen, dus ik ga ervoor. Je mag nooit over jezelf opscheppen, toch? Wel? Maar gaat het goed of gaat het slecht? We zijn een beetje aan het zoeken. We zijn voor de eerste keer in zo'n diep zand. En we zijn nog aan het proberen, maar we zijn wel op de goede weg. Dus ik ben wel tevreden. Zoeken en proberen. Naar wat? Schokbrekers vooral. Achter de grip, de tractie vinden. Ik heb veel problemen hier in de korte dribbles, zeg maar. Korte dribbles? Ja, er zijn heel veel kleine knipgaten naar elkaar. En dan zak ik mijn auto een beetje in de grond. Knipgaten? Ja, dat zijn net als bij de motocross, zeg maar. Dus dat je veel kleine wellen achter elkaar hebt. Die diepe gaten, dat gaat wel. Dat is niet zo'n probleem. Maar die kleintjes, dat was bij ons een beetje een probleem. Dribbels en knipgaten. In de eerste paar manches van de Superklasse is Erik Pijnenburg het snelste. De Superklasse is de klasse waarbij eigenlijk alles is toegestaan. Zover turbomotoren, boven 4000 cc, alles tot een onbeperkt cilinderinhoud. Vierwielendrijving, noem het maar op. En dit is dus de klasse waar het om gaat. De echte Eredivisie. En als je andere mannen vraagt die meerijden in het VK Nederlands Kampioenschap Autocross, zoals hier in Evan Vliet met zijn Subaru, heeft hij, als hij heel eerlijk bent, ook eigenlijk maar 1 droom. En dat is ooit mee gaan rijden in die Eredivisie. De superklasse. Je zegt eigenlijk net, ik wil graag superklasse, maar ik mag het niet. Nou ja, en daar komt het op neer. In ieder geval, het thuisfront is het er niet mee eens of het niet mag. Dat is een tweede. Maar afgelopen seizoen, vorig jaar, toch een minder seizoen gehad. Heel veel pech. En eigenlijk een beetje de handdoek in de ring willen gooien wat betreft de Subaru.
En superklasse trekt mij altijd wel. En ga ik dat doen, maar oké, de jongens vonden het, de monteurs en dergelijke. Het hele team vond het niks. En thuis ook niet. Dus ja, het is het niet geworden. Toch een klein beetje superklasse. Ik denk, nou, ik zal vast sponsoren. Dan kan het een beetje weken misschien. Wie weet. Maar je hebt meer klassen, maar waarom dan juist de superklasse? Nou, omdat ik dat ook heel graag zou willen rijden. dus heb ik toch iets, een link naar de superklasse. We gaan richting de finales na drie manches. Let u goed op links in beeld. De iets wat opmerkelijke valse start van Peter Versluis. Omdat er zoveel deelnemers zijn, dit kampioenschap is gewoon erg populair op dit moment. En er veel op de baan gebeurt, wordt het later en later op de dag. De vraag is of de mannen van de superklasse nog een finale gaan rijden. Michael? Oh. Wat is dat voor een band? Dit is een NOP-profiel. Dat wordt jouw joker voor de finale? Nou, we krijgen er de hele dag mee, maar... Oh, sorry. We hebben nou een probleempje met de band. Er is iets van de velg afgedrukt. Dus dan gaan we hem nou even laten repareren. Wij rennen? Ik denk, nou ja, je bent je joker aan het ophalen. Maar dat is het niet. Dat is het niet, nee. Wordt het jouw dag? Ik hoop het. De klok tikt verder. Langzaam wordt het donker. In de Sprint 2000-klasse wint Jan-Willem van Eerde uit Aalten. De mannen uit de superklasse staan nog te wachten. Rijden ze of rijden ze niet? Nou, ik mag het hopen, maar ik ben er niet zeker van. Het is al laat, dus... Ik hoop het wel. Komt er nog een finale, denk jij? Ik weet niet waar de organisatie beslist in, maar mij hebben ze wijsgemaakt dat na 6 uur de derde manche niet vereen is, dat dat klassement telt. Maar ik heb er niet, ook maar hier van iedereen van alles mee gehoord. Dus. Ik hoop van wel, maar ik ben bang dat later. Ik kijk nog eventjes en ik hoop dat het wat beter is. Maar 10 ronden gaat hij sowieso niet volhouden met temperatuur. Dus, Nee, maar ik bedoel meer qua tijdstip nu wat we hebben. Oh ja, dat wordt wel erg laat, ja. Dat wordt wel erg laat. Ja, voor mij hoeft het niet. Ik ben er niet klaar voor. Dat is wel een eerlijk antwoord van Dirk van Dijk. De verrassing in de superklasse. We zetten de klok weer 20 minuutjes vooruit. Aalten viert dan zijn tweede overwinning van de dag. Of een overwinning van Edwin Tolkamp uit Aalten in de sprint 1600-klasse. Maar kijk eens naar de baan. De organisatie kan daar echt niks aan doen. Er zijn zoveel deelnemers dat het water langzaam maar zeker naar boven komt op de baan. Ja, en dan wordt het echt ploeteren en overleven. Dan krijgen we veel code rood situaties, maar eigenlijk ook wel hele mooie sportmomenten. Dit is Erik Nijkamp die hoog heeft ingezet voor het seizoen 2008. Maar hier in bocht 1 er vanaf wordt gezet en gefrustreerd is. Het wordt te donker en dus kan de finale van de superklasse in Aalten jammer genoeg niet verreden worden. Frits Duizendstra wordt na 3 manches als winnaar afgevlagd in de superklasse. Maar wat was Aalten een geweldig evenement. Veel deelnemers en waanzinnig veel publiek. Autocross leeft in Nederland. Ik denk dat het een stukje vanuit oorsprong is. Vroeger had ieder dorp, en dan praat ik over de jaren 70... iedere dorp had gewoon zijn eigen autocrossvereniging. Voordat we onder de KNAF waren, hadden we al vrije wedstrijden en waren we al georganiseerd. En om dat een beetje in banen. En aan de andere kant, het is een betaalbare sport. Je kunt een auto van de straat nemen, je veiligheidsvoorzieningen erin en je kunt rijden. Kriebelt het niet? Het kriebelt altijd. Aan de andere kant, als ik op een evenement ben, zeg ik vaak wel eens, dan vragen ze mij wie heeft er gewonnen. Dat weet ik niet. Ik weet wel of ik die dag hele mooie wedstrijden gezien heb. Want dat interesseert me namelijk. En dat was in Aalten absoluut het geval. Op zaterdag 14 juni wordt de derde ronde van het VK Nederlands kampioenschap verreden. En dat gebeurt allemaal in Lochem. Voor meer informatie kijk op www.rallyingforholland.nl. Volgende week het verslag van de tweede wedstrijd vanuit Visvliet.